Religies is het meestal zo dat je komt op een idee en dan ga je door en denk je, oh, dat is goed. En dan moet je altijd even mee stoppen. Als het dan niet blijft hangen, dan is het weg. En dan blijkt het ook niet zoveel waar te zijn. Als het wel blijft hangen, dan wil je ermee door en dan moet je het ook afmaken om het weer uit je systeem te krijgen. Net zolang tot de laatste zin goed is en dan, oké, dan moet je het echt ook in je hoofd afsluiten. Ik heb heel veel doorgeluisterd, Mozart heeft al vreselijk veel geschreven. Ook dingen van, ik denk van, ja, hou nou maar op. Maar goed, het is een andere tijd. En een liedje moet je herhalen. Een soort refreinachtig gevoel hebben ook. En dat zit in die lange Mozart-stukken, zit dat niet. Want hij heeft gewoon geen liedjes gemaakt. Maar hij heeft natuurlijk grotere stukken gemaakt in opera's. Kijk, en nu zie je dat deze stukjes, die heb ik gewoon eindeloos herhaald. Dit is gewoon een herhaling, die heb ik ingeplakt. Nog weer een herhaling. Nog een herhaling. Ik maak er gewoon een liedje van. Van iets wat oorspronkelijk geen liedje was. Ik pak een stuk, trek het uit elkaar als draadjesvlees. En dan prop ik het weer in elkaar in de vorm die nodig is voor het liedje. Dus wat dat betreft is deze productie wel heel fijn. Omdat er hele mooie Mozart-melodieën ook in zitten. Die ik samen heb gesmeed tot nummers. Die echt heel mooi zijn.